Oh, wat goor. Eww! Nee! Jemmer, je bent een slijmer. Ik heb het perfect vaak. Ik heb zo heet van je. Onnedy! Hoi, lieve, 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 lieve Onnedy-familie. En welkom weer bij deze nieuwe video. Ik zit hiernaast. Hey, ik ben Don. Ook wel bekend als Don Kaaklijn. Don Kaaklijn. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag squishies openknippen. Ik heb vandaag zoveel. Dit is wel een soort van kinderdroom die uitkomt, hoor. Moet ik even zeggen. Ja, maar ik wist niet eens wat het was. Dit moet je dus niet zeggen. Voor de kijkertjes die niet weten wat een squishy is. Dat is zo'n ding waar je in kan knijpen. Welkom bij deze nieuwe ASMR. Wij hebben dus een beetje van die hele bijzondere squishies waar iets in kan zitten. En dat gaan we vandaag hier in deze bak openknippen binnen. Ja. Zitten hier ook ziekteverwekkende stoffen in? Vast wel. Stop jij een squishy in de mond? Nee. Ik ook niet. Nee, dat zou ik ook niet. Ik heb namelijk nog nooit een squishy vastgehouden. Dit is de eerste keer. Je wordt helemaal zenuwachtig voor mij, hè? Ik krijg het zo heet. Ja, ik heb het perfect. Ik krijg het zo heet van je. Ja. We hebben ook een video opgenomen voor... Opgenomen? We hebben ook een video opgenomen voor Don's kanaal. Jij doet toch gewoon een tijdje YouTube? Ik stoot zo hard mijn kop tegen die bak. Dionne doet pas net YouTube. We hebben ook een video opgenomen voor Don. Linkje staat onder in de beschrijving, maar kijk deze video natuurlijk eerst even af. Gaan we nu eindelijk beginnen? Iedereen zit al in die comments. Jee, maar wat duurt dit zo lang, man. Knip gewoon die dingen open. Ik zit al helemaal klaar met mijn kop tegen. Ik begin gewoon knippen. Oké, we hebben hier dezelfde. Oh ja. Oh, mooi. Ja. Vind je die mooi? Ja, echt mooi. Ja, sorry hoor. Ja. De bedoeling is van dat ik hem openknip, toch? Ja, we moeten eerst even laten zien. Oh ja. Hier. Oh ja. Kijk jongens. Wacht, influencer. Zo. Ja. Dit doen mensen toch? Ja, dat is wel dat handje eraf. 3, 2, 1. Doe jij me eerst maar zo bang dat je mijn vinger eraf knijpt? Oh, kijk nou. Wow, dat zijn wel hele... Oh ja, deze dingen komen trouwens van de Action, jongens. Mocht je het willen weten. Maar ik ben nu wel benieuwd wat er in zo'n balletje dan weer zit. Ja, nou, dat knip je ook open. Hij heeft een beetje... Oh ja. Hij is een beetje verrimpeld. Dit lijkt een beetje op een stukje wortel nu. Kijk jongens, even... Ja, heel mooi. Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Nou, je bent squishies aan het openknippen. Even een klein tussendoortje. Ik snap dat jullie denken van... Ik heb wel zin in een tussendoortje. Even onze sokken. Oh! Ik heb dus deze gekocht. En ik heb voor Dionne ook een paar meegenomen. Ik ben niet zo lenig. Ik ook niet. Ik scherp bijna uit mijn broek. Ik ben gewoon efficiënter. Laat even een comment achter wat je ervan vindt. Ik vond het heel aardig ook van je dat je dat zomaar voor me meeneemt. Sick lief. Ik had van een paar over in principe. Hier, neem jij blauw, neem ik roze. Nee, dat lekker stereotypisch. Nee, we moeten lekker omwisselen. Ik neem roze. Oh, dat is een beetje metallic. Oh, maar er zit touw omheen en dan... Kijk, bij mij zit er roze slijm in. Bij jou denk ik ook. Ik ben echt bang dat je mijn ogen gaat uitsteken. Ik heb net Dionne bezig gezien met de lamp die hier staat. Ik ben redelijk bang. Oh ja. Ik ben bang dat het open gaat splatten en dat mijn hele shirt onder de squishy zit. Oh kijk! Oh ja! Wow. Oh, wow, je hebt hem open. Het is een soort puist, ja. Oh ja. Ja, dit is echt heel goor. Wie van jullie werkt er in de zorg? Die zal dit herkennen. Oh, het is een naaktslak die erin zit. Wat vet. Oké, nu die van mij. Oh, jij hebt wit. Ik heb... Nee, dit is... Het is grijs. Grijs. Oh, wat naar is dit zeg. Want kijk, bij mij komt het komt er heel moeilijk uit. Gadver, die voor jou is een beetje pukkelig. Je hoopt dat dit een soort van satisfying is. Nee, maar dat is het dus niet. Dat is het dus nee, niet. Echt, ga je dit er nou bij gooien? Het is heel nattig. Dat moet niet. Gaan we dit dadelijk nog opdrinken? Kijk nou. Het ziet het ziet er wel lekker uit of zo. Dit is gewoon een lekker mixje. Als je nu zou zeggen, dit is een soort van slagroom met M&M's of zo, dan zou je het wel geloven. Zo. Jij zegt dingen? Ik heb er zin in. Het is toch fijn? Ja, wacht, nu ik. Groen, groen. Ja. Ik deed even een lingo grapje. Ja, hoe vond je hem? Vond hem zelf niet heel sterk. Vond hem matig. Ja, ik probeer eigenlijk te doen. Wil je blauw of wil je roze? Ik wil dit keer wel blauw, want roze viel vorige keer een beetje tegen. Ja, weet je wel. Ik heb wel echt vieze klauwen. Dit is gaaf, jongens. Kijk eens wat ik allemaal doe. Dit is super vet. Zo, kijk dit. Ik ben zo bang. Zo, dit is gaaf. Oh, die van jou is ook helemaal nat. Omdat jouw handen in zitten. Je zit op mijn broek. Ze hebben best wel een mooie broek aan vandaag, maar ja. Dat is helaas. Oh ja, even een close-upje. Oh, wat goor. Oh, wat goor. Het is heel drapperig. Kunnen we dat even replay in de slow-mo? Oh, het stinkt ook, hè? Zo. Oh, het is ook helemaal hard geworden. Gadver. Ja. Heel lekker. Dit is zo naar. Haar squishy plast. Nou, dit is fantastisch. Kijk, als je dit opdrinkt, heb je nog 2 minuten. Oh, het ligt ook allemaal hier, lieverd. Oh nee, ja, maar dat is jouw schuld. Heb mijn doekie. Een lekkere doekies, hè? Mijn hele gehemelte staat er van open. Zo, wat ruiken die dingen chemisch, hoor. Ik was verkouden, maar nu niet meer.
De paprika en de wortel. We hebben hier twee hele leuke squishies, ook van de Action. Het voelt een beetje zanderig. Hier zit zand in, volgens mij. Ik weet elke keer dat hij zo'n soort van riem zo losschiet in mijn gezicht. Gewoon een schedelbasisfractuur omloopt hier aan. Oh, het ruikt heel vies. Ik ben even mijn armspieren aan het trainen. Je hebt toch wel eens in de sportschool als je squats gaat doen, dat je zo'n band om je ding doet? Dan ga je zo squatten zo. Oh, ja, nee, ik doe dat altijd gewoon met gewichten. Dit is... Ik denk dat ik opstijg zo. Dit is cheeky chili. Oh, ik heb de crazy carrot. Oh, ik trek even een haar uit. Kom. Zielig. Mag ik nu wel beginnen? Ja, begin jij maar. Ik denk dat er gewoon zand in zit. Ik denk het ook. Van... Oh, het is een soort van chemische zandemulsie. Hoppatee. Zo. Dat was het. Is het niet geweldig? Dit is wat je wil in je leven. Ga je hier ooit nog een cake inbakken in Mexico? Nee. Zal ik even nog even wat extra? Jij nog maar eventjes wat extra bloemen erin, joh. Het is precies hetzelfde. Ja, daarom wil ik ook af en toe als eerst. Sorry hoor. Ja, mag jij deze muis ook knippen voor mij? Dit is gewoon een rat, hè? Een rat. Een evil rat. Kijk. Ik heb vroeger een rat gehad. Kijk die ogen. Een paar ratten gehad. Echt als huisdier. Heel lief waren ze. Ik heb er 7 gehad. 7 ratten? Ze liepen ook wel eens over je heen. Ze gingen altijd lekker met me knuffelen. Ik moet gaan. Kijk, hoe mooi! Ik ben er alweer. Ik heb je nodig. Oh ja. Zeker lang geleden dat iemand dat tegen je hebt gezegd. Dit is heel lullig, dit. Dit is heel lullig. Dit is toch prachtig? Dit is gaaf. Zo, dit ding ruikt ook niet chill, hoor. Het ruikt heel vies. Ruik je dat? We gaan het best wel moeten. Echt? Oh, er zit... Oh, er zit pluis in. Kijk, er zit pluis in. Navelpluis. Heb je wel eens navelpluis? Nee, ja, niet. Kijk. Ja. Het is toch gewoon van je shirt of zo dat het ja, ding... Ja, ja. Okay. Het is niet iets... Niet iets erfelijk. Oh, van binnen is het helemaal maar. Dat is echt heel vol. Dit is als je zo'n broodje 2 weken te lang in je tas hebt zitten, weet je wel? Dat tijgerbrood dat hier ligt. Heel lekker. Fantastisch. Je ziet dat jij dat al een tijdje doet, want jij gaat zonder angst gewoon hop de hele tijd die bak in zo. Oh. We hebben weer een mooie mashbal. En jij ook. Een mermaid. Een mermaid. Maar ik had hem zo. Doe hem eens even goed knijpen. Dus even laten zien wat er uit zijn kont komt. Zo'n soort van... Volgens mij zijn het Orbeez. Oh, het zit er weer in. Ik dacht... Oh, het is weer slijm. Maar wel mooi, want er zitten dus oranje glitters in. Dit voelde een beetje als die gel die ik vroeger in mijn haar deed. Oh, kijk, hier komen allemaal balletjes uit. Orbeez heette dat. Ja, oh, toen jij het zei, dus ik denk wat lul zijn allemaal weer. Nou, ik zal er nog even in roeren. Kunnen mensen dit zien? Kijk, nou, dit, dit is op dit moment een beetje de status. Wil je deze squishy sticky ball? Neem ik deze of wil jij deze ook? Nee, helemaal niet. Wat zit hierin? Oh, ik zal dat helemaal even in mijn eigen wereld. Dit moet je dus... Kijk, hoe kwaad ook gelijk. Dit is gaaf, jongens. Kijk nou. Dit is een soort van... Dit is ook heel plakkerig. Kijk. Nou? Kijk. Ik heb hier een unicorn. Hou je hand dus zo. Nee, dit is een mijn voorhoofd. Nee, ik durf dat niet. Ja, kom op. Vol tegen mijn oogbal. Het hele ding zit onder de make-up. Nee. Wie is er geïnteresseerd in deze foundationbal? Oh ja, er zit ook echt helemaal mascara op en zo. Gaaf. Oh, hier zit slagroom in. Oh, lekker. Ik krijg er een trek van. Oh, moet je voelen. Hey. Dit voelt heel raar. Ja, dit heb ik al eens... Oh, volgens mij zit hier hetzelfde in. Oh, dit is goor. Kijk, ik ga deze openknippen. Hij is wel lief, vind je niet? Ja. Ga wel zo... Moet wel mannelijk blijven. Ja, dat is wel een leuk ding. Maar agressief, man. Ga eruit. Even de darmpjes van de unicorn eruit. Eww. Dit is wel goor. Oké, dit is een soort van... Knuffel. Mag ik deze? Ja. Hier zit gewoon een soort van confetti in. Dat is ook leuk. Het is hartstikke leuk. Maar het klinkt ook leuk. Deze is satisfying. Welkom allemaal bij deze nieuwe ASMR. Vandaag. Kap nou eens. Het gaat wel moeizaam. Ja, dit is een soort... Ik denk dat ze hier ook je muren mee isoleren, wat hierin zit. Vast aan die klote schuim. Het zit ook overal van die pluisjes en dingen. Ik word helemaal gek. Ah! Eww! Nee! Jimmer, je hebt al een slijmertje. Hey, ik heb nog ons glitterballetje. Oh ja, die moet ook nog even... Zo. Zo. Klinkt ja, maar dit is inderdaad gewoon... Een kerstslinger, dit is kerst! Ja! Ik wil hem eigenlijk omdoen. Tadaa! Nou, ja. Nu wordt het wel leuk. Het begint heel leuk te worden. Ik moet hem even opknippen. Welke mag ik dan? We hebben alleen nog gewoon saai, saai en saai. Dit vind ik leuk. Maar weet je wat zo leuk is? Deze glijdt zo door je handen zo. Nee, maar dit is wel mooi. Want hij heeft een lampje. Wacht even, ik ben even in mijn eigen wereld.
Daar gaat hij. Dit vind ik wel zonde. Er zit allemaal My Little Pony. Oh, kut. Oh. Alright, deze hebben we al gehad. Deze kennen jullie al. Dit is gewoon slijm. Oh, dit is wel een soort van mooie... Mooie metallic... Metallic... Parelmoer slijm. Oh, dit is scheerschuim gewoon, lijkt het op. Ik heb ook de neiging om het in mijn mond te stoppen, maar dat moeten we echt niet doen. Kijk, het is gewoon slagroom. Ik heb de helft op de grond gegooid. Wat hebben we dit verschrikkelijk goed gedaan. Ja, dit is echt niet normaal. Stel, je filmde niet en je moest het allemaal overnieuw doen. Het klinkt ook naar, hè, dit? Alsof we een kikker. Alles gaat op je tapijt, hoor. Ja, het gaat er allemaal tussendoor. Niet. En nu even normaal doen. Oké, even normaal. Wat is dit mooi. Je kan hem alleen zo doen. Je maakt een soort balletvoorstelling van. Nou, dit is het geworden. Ik kan hem niet te ver keeperen, want dan mag ik hier nooit meer komen. Dan tieft alles eruit. Ja. Nou jongens. Nou, eet smakelijk. Oh, eet smakelijk, we hebben er nog één. Kun je kappen met dingen net uit mijn kant op slingeren? Ik word een beetje aangelegd van. Nou, dit is dus het moment dat ik Dionne's vinger eraf knip. Doe maar niet. Nee, ik doe ik ben bang. Ja, ik doe het voorzichtig. Oh, ik schrok me helemaal lepblaas in. Heel mooi. Ja. Daar heeft ze een paar lintwormen. Nou, dit was wel Ik heb een houtworm meegenomen uit Expeditie Robinson. Echt? Ja, er zat een houtworm in mijn bamboekoker. Nou, jongens, dit is het resultaat. Het is echt een prachtig mengsel geworden. Ja. Hier ook even een shot van dichtbij. Heel mooi. Maar het is echt prachtig. Het is een soort aliensoep. Ja. Hoe zou je dat noemen? Nou, ik denk als er op Mars toch een keer wat ontdekt wordt en je neemt dit mee, dan word je rijkelijk ontvangen. Denk dat ik. Denk ik ook. Verzin allemaal eventjes een naam voor dit slijmpie wat hier ligt. Ik ben benieuwd wat jullie nu allemaal weer verzinnen. Nou, ik weet niet of jouw video al online staat. Nou, weet je, kijk maar gewoon. En staat hij er gewoon. Niet, dan komt hij wel. Staat hij er niet, abonneer dan op zijn kanaal. Bedankt. Dus link staat onder in de beschrijving. Ja hoor. Tot de volgende keer. Goedjes. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei!